zal maar gelijk met de deur in huis vallen. Toen ik deze episode aan het analyseren was voor deze review, zat ik in een enorme tweestrijd. Ik weet oprecht niet wat ik van Griffin the Brushoff moet denken. Elke keer als ik naar deze episode kijk, raak ik gefrustreerd. Maar toch zijn er bepaalde stukken hier waar ik niet kan ophouden met lachen. Hoe dit komt, zal ik je nu vertellen. Goed, om te beginnen openen we deze episode met wat ik alleen maar kan beschrijven als nutteloze filler. We hebben Pinky die een beetje rondspringt en over Rainbow stunts praat. Als Rainbow vervolgens langs vliegt en tegen een berg botst waar Pinky haar voor wou waarschuwen. Bedankt voor het verspillen van mijn tijd, Cindy Morrow. En laten we nu snel doorgaan naar de daadwerkelijke episode. Dus, na de intro vlucht Rainbow voor Pinkie Pie. Het lijkt niet bepaald te werken, though. Waar Rainbow ook gaat, Pinky zal er zijn. Het duurde niet lang of Rainbow geeft het maar gewoon op en luistert naar wat Pinkie Pie te zeggen had. Ze had Rainbow nodig om een donderwolk op de goede plek te zetten voor het volgende. Oké, ik moet ze dit wel nageven. Deze scène was best grappig. Na deze gaan Rainbow en Pinky nog even langs bij de andere leden van de Main 6 om grappen bij uit te halen. Van het schilderen van appels naar het bloemen bezorgen met niespoeder. Ik heb hier wel om gelachen. Deze scènes waren niet hilarisch of zo. Maar ze waren voor mij in ieder geval wel een grinnikje waard. Goed dan, na deze grappenmontage maken we kennis met een oude vriend van Rainbow Dash, Gilda. Een griffioen om de een of andere reden. Oké, ik heb niet zo'n zin om er omheen te draaien, dus dat ga ik niet doen ook. Ik heb een gruwelijke hekel aan Gilda. Ze heeft vrij weinig tot helemaal niks interessants wat character betreft. Los van het hele bad girl bullshit. De hele episode door probeert ze Pinky bij Rainbow weg te houden. Ze schreeuwt tegen Pinky. Ze steelt en ze laat Fluttershy huilen. En het helpt ook niet dat Rainbow Dash er niet bij is als dit alles gebeurt. Vergeet niet, Gilda is een oude vriend van Rainbow Dash en dat maakt de acties een heel stuk erger voor mij in ieder geval. Dit maakt Rainbow duidelijk blind voor de acties van Gilda. Het helpt verder ook niet dat dit niet de eerste show is die dit doet. Freaking SpongeBob heeft dit al een keer gedaan in Big Sister Sam. Het is niet alsof het daar beter ging, maar toch. Pinky heeft in ieder geval genoeg van Gilda's gedrag en wilt haar wel eens een lesje leren. 3 keer raden wat ze voor Gilda in petto heeft. Inderdaad, een feestje. Maar Pinky heeft voor Gilda een speciale verrassing. En daar blijft het niet bij. Gilda wordt compleet de grazen genomen door Pinky het hele feest door. Tenminste, totdat ze helemaal gek wordt van woede en haar ware zelf laat zien aan iedereen. Ja, inclusief Rainbow Dash. En ze is niet bepaald blij met de manier waarop Gilda zich vertoond heeft hier. Sterker nog, ze wil liever niks meer met Gilda te maken hebben. Omdat ze zo rot heeft gedaan tegen al haar vrienden. Na wat ze allemaal van zich heeft laten zien in deze hele episode, vind ik dat volledig terecht. En om deze scène helemaal af te maken, dit was hartstikke hilarisch. Ik geniet van elke seconde die deze ene scène naar mij weet te gooien. Het is heerlijk om te zien hoe Gilda door Pinky te grazen wordt genomen. Kaarsen die je niet uit kan blazen, een kamer doorglijden door taartglazuur tijdens een potje ijzertje prik. Het gaat maar door en door en door en door en ik geniet ervan. En als klap op de vuurpijl, deze episode sluit met de hoefbusser. Tot zover Griffin the Brushoff. Man, deze episode is frustrerend voor mij. Niet alleen door de nutteloze opening van de episode, maar dat komt voor het merendeel door Gilda. Er is helemaal niks aflosbaars aan haar door deze hele episode. In plaats daarvan krijgen we een griffioen die ik liever in de vulkaan zou willen gooien. Ja, ik weet dat ze later in seizoen terug is en dat haar character een heel stuk beter geschreven is daar. Maar dat is een verhaal voor een andere keer. En dan komen we aan bij Rainbow Dash, die de hele episode door compleet nutteloos was. Je had haar uit de hele episode kunnen knippen en niks zou veranderen aan het hele plot. Maar los van dat heb ik wel gelachen
om de grappen van Pinky en Rainbow. Ze waren niet fantastisch, maar wel een grinnetje waard. Ik ben in ieder geval blij dat Cindy Morrow, de schrijver van deze episode, Gilda heeft laten boeten voor haar acties deze episode in de vorm van Pinky's grappen. Heck, ik ben blij dat Pinky überhaupt in de episode zit. Zat zij er niet bij, dan had ik niet willen weten hoe deze episode eruit had gekomen. Maar zoals de episode eruit is gekomen, kan ik in ieder geval zeggen, de episode is frustrerend, maar ik kan er in ieder geval wel om lachen.